Dus ik ben Wolfgang Guillaume, Graaf d'Ursel. Ik ben Flore Darenberg. En we kennen elkaar als kinderen. Dus de families zijn al lang bevriend. Graaf Wolfgang Guillaume d'Ursel en zijn prinses Flore Darenberg zijn er helemaal klaar voor. Hun huwelijk wordt het hoogtepunt van de kasteelfeesten in het kasteel d'Ursel in Hingenen op 10 juni. Voor de tweede editie van de tweejaarlijkse kasteelfeesten kiest de organisatie het huwelijk uit 1771 tussen de graaf en de prinses als hoofdthema. Uiteraard met alles erop en eraan. Dat gaat eruit zien zoals iedereen verwacht eigenlijk, met een bruid en een bruidegom, met een hele familie die mee komt vieren. Uiteraard een huwelijksceremonie en vooral heel veel feestelijkheden. Een heleboel koetsen en paarden, een carrousel. Verder is er een schermtoernooi en een marionettentheater en er is zelfs een 18e eeuwse markt. De bruiloft zelf zal worden bijgewoond door meer dan 200 figuranten uit heel West-Europa. De grootste delegatie komt uit Duitsland. Wie de adellijke gasten en het feestgedruis al eerder wil zien, kan de dagen voor de feesten ook al terecht op het domein. De meeste adellijke gasten komen al vanaf woensdag donderdag naar het kasteeldomein. Zij slagen hier hun tenten op. Ja, op die manier is hier al heel wat bedrijvigheid. En zeker op zaterdag staat ook de carrousel er al, zijn de meeste gasten al aanwezig. Dus is het eigenlijk wel de moeite om zaterdag al eens te komen sfeer opsnuiven. Dus als het weer een beetje mee zit, staat Hingenen een schitterende en sprookjesachtige huwelijksdag te wachten. Daar is het gelukkige bruidspaar ook van overtuigd. Het zal de mooiste dag van mijn leven zijn. Onvergetelijk, dat ben ik zeker.